Ja, zoals elke school, kinderen naar binnen. Niet lokken, maar aantrekken. Zoveel mogelijk leerlingen. Zo van, wij zijn een leuke, interessante school. Ja. Waarbij het niet alleen gaat over kennis, maar ook over vaardigheden. In de zin van dat je je talent kan niet ontdekken, want dat doen kinderen zelf. Maar kan ontwikkelen. Ja. Dus een deur voor ze openzetten. Ja. En zo is het ontstaan. Door de dirigent, die zag je voorop staan. Collins heet hij. Ja. Mooie naam trouwens voor een drummer. Ja, hoe heet hij dan? Collins. Phil Collins, snap je? Leuk, waar gaan we dan? Naar de compaan. Ja. En dat is doorgegroeid. Ze zijn allemaal van school af. Ja, ja. Maar op een gegeven moment gingen we geld ermee verdienen. Ja, logisch. Ja. Als je talent hebt en je doet er echt wat mee en je traint, je doet serieus, dan kun je er een stukje beroep van maken. Ja. Naast een basis, want hier kun je niet je huis van betalen, maar wel een extraatje. En dat doen ze nu. En dat valt onder mijn stichting, Stichting NPO. En die maakt het gewoon voor ze mogelijk. Dus ik maak een soort podium voor ze. En ik verzorg ze goed, zorg dat alle spulletjes in orde zijn. En met de inhoud. Ja, ik heb reservestokjes bij me. Dat is een beetje mijn ding. Want het gaat wel eens wat kapot. Ja. Zullen we ergens aanlopen? Ja. En zo hobbelen we van het ene optreden naar het andere. Zonder website. Ja. Want ik ben een. Nu maak ik toch reclame voor. Dus ik ben een Zara-aanhanger. Zara is een van de bekendste kledingmerken in heel de wereld. Ja. Maar ik heb nog nooit reclame van Zara gezien. Wij hebben ook geen website. Nee. Ik heb dan wel een kaartje, dat is wel handig. Ja. Maar ik heb het liefste van, zoals ik nu met jou praat, mond op mond. Ja. En de mensen het laten zien. Ja. Als ze het voelen. Dat is een Confucius-uitspraak. Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand. Ja, ja. Dus ik stuur bijna nooit een filmpje als mensen naar mij vragen van, heb je een website? Heb je een filmpje? Ik zeg nee, speel het dan en dan, kom kijken. Ja. En dan voelen ze. Ja. Nou, dat hebben die mensen denk ik hier ook meegemaakt. We spraken van Soufiane Touzani, Marokkaanse grootvoetballer. Ja. En die zei hoor, wij volwassenen hebben kinderen zo ontzettend veel te vertellen. Ja. Terwijl we maar één ding moeten doen, is wat vaker naar ze luisteren. Einde. Ja, ja, ja.